De Johan Adolf Pengel luchthaven zal worden uitgebreid. Dit zei minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee. Er is volgens hem reeds een studie over de uitbreiding gemaakt. De luchthaven moet zodanig worden uitgebreid dat het in staat is 1 miljoen passagiers aan te kunnen, zei Chotkan. Dit project bevat meer dan alleen een terminaluitbreiding, namelijk de bouw van een nieuwe terminal waarin aankomst en vertrek zijn geïntegreerd met de capaciteit om de voorspelde groei te kunnen accommoderen met 4 airbridges, de zogenaamde slurven, volledig ingericht met alle screeningapparatuur, inchecksystemen volgens alle security- en veiligheidsstandaarden. Een apron waarop vliegtuigparkeermogelijkheden zijn voor 4 vliegtuigen inclusief verlichting, ondergrondse fuelsysteem, aangesloten op het bestaande systeem. Toegangswegen en landside parking aansluitend op de terminal. Een full length parallel taxibaan van 2,7 kilometer, inclusief 2 runway exit taxibanen. Verder ook een nieuwe brandweerkazerne op een centralere positie ten opzichte van de baan. Een omrastering volgens de nieuwe beveiligingsstandaarden van 10 kilometer, inclusief een serviceweg. En last but not least, de volledige technische aansluitingen en afwateringssystemen. De minister ging ook in op het aantal vluchten vanuit en naar de luchthaven. Met de komst van Copa Airlines, de groei van Fly Always, SLM en KLM zullen deze vluchten ook toenemen, voorspelt hij. Ter onderbouwing van de verwachte groei is de luchthaven momenteel hard aan het trekken aan de Route 1 Million Passenger Strategy, waarbij er nieuwe routes en airlines worden aangetrokken en samen met de toerismeinstanties wordt gewerkt aan het brengen van meer passagiers. Ter illustratie kan het volgende aantal wekelijkse vliegbewegingen worden doorgegeven. Aankomende vertrekkende flights per week, commercial flights 60, cargo flights 6, GA, general aviation 10, military 2. Tot zover minister Vijay Chotkan van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement.